hoe het weerloze en waardevolle zich kan weren tegen de harde cijfers van verdiensten, prestige en succes. En vooral hoe waarde zijn waarde krijgt. Dat zijn de vragen die in april centraal staan in de maand van de filosofie. Ook Filosofiecafé Twente viert die maand met 3 activiteiten verdeeld over de regio. We gaan erover praten met secretaris Timon Meijnen. Timon, welkom. Even jullie uit Filosofiecafé Twente, die wil mensen in Twente op een laagdrempelige manier in contact brengen met filosofie, ethiek en daaraan gerelateerde maatschappelijke onderwerpen, schrijven jullie. En dan ga ik toch nog een keer die centrale vraag van de maand van de filosofie daartegen aanleggen. Namelijk hoe het weerloze en waardevolle zich kan weren tegen de harde cijfers van verdiensten, prestige en succes. En vooral hoe waarde weer zijn waarde krijgt. Kun je dat laagdrempelig maken voor mij? Ja, dat vind je niet volkomen begrijpelijk? Ja, ik moet daar toch even 10 keer overheen lezen voordat ik dat tot mij kan nemen. Of is dat ook een beetje de bedoeling? Nou, ik moet zeggen, dat is het thema van de maand van de filosofie. En dat is een landelijk, een landelijk gebeuren. En wij haken daarop in, want we zijn een filosofiecafé. Maar ik denk dat wij inderdaad misschien af en toe wat laagdrempeliger zijn dan de maand van de filosofie. In ieder geval in deze maand, denk ik. Is dat april? Dat begrijp ik. We gaan zo meteen over 3 hele concrete dingen. Namelijk gewoon de activiteiten die jullie organiseren. Praten. Maar misschien toch even filosofie als gegeven. Hè? Dat het imago daarvan is natuurlijk wel een beetje. Ja, dat is gezwam in de ruimte als mensen gaan filosoferen. Of niet? Hoe kom je erbij? Ja, gek is dat, hè? Ja. Nee, ik denk juist dat het een kwestie is van zindelijk denken. Van goed denken. En filosoferen is, daar komt logica bij kijken. Dus dat is helemaal niet gezwam in de ruimte. Ja. Dat is integendeel, zou ik bijna zeggen. Maar hoe kan dat dan? Hoe kan het dat die tegenstelling? Want een vriendin van mij studeert filosofie. En als ik haar vraag, het gaat allemaal over argumentatie. Juist het goed opbouwen van wat je zegt. En dat goed staven. Ja. En toch is het gevoel van mensen altijd. Ja, ze zijn aan het filosoferen. Het gaat een beetje van links naar rechts. Nou, misschien dat wel aansluit op dat thema van de maand van de filosofie. Want het waardevolle en het weerloze. Daar moet je soms op een hele subtiele manier over gaan nadenken. En dan moet je juist heel goed over gaan nadenken en heel goed over praten met elkaar. Om dat tot z'n recht te laten komen. Dus in die zin zou je kunnen zeggen dat inderdaad filosofie. Hoe moet ik dat zeggen? Kijk, voor mij is het is mijn leven een beetje. Dus ik doe het, iedere dag en ik doe het graag. Maar wat betekent dat? Ik doe het. Zit je dan in een stoel met een sigaar en een fles whisky of zo? Er zijn allerlei vormen. Ik voer gesprekken met mensen. Ik organiseer dit soort activiteiten samen met een aantal andere mensen. Ik lees boeken. Dat is filosofie ook heel veel. Gaat het dan over nadenken? Het gaat nadenken over de grote kwesties. Ja. En dat kunnen maatschappelijke kwesties zijn. Hè, van, we gaan in deze maand ook over democratie en burgerschap gaan we het hebben. Mm-hmm. Het kan ook over levensvragen gaan. Hè, van hoe ver gaat mijn verantwoordelijkheid ten opzichte van de mensen waar ik voor zorg? Mag je liegen, een leugentje om bestwil? Mag dat? Ja. En dat zijn ethische kwesties. Conflicten tussen mensen. Wat gebeurt er precies? En dat zijn allemaal kwesties die waar je over na moet denken. Ja, met een conclusie? Vraagteken? Of is het soms ook gewoon dat je ook aan het eind van zo'n sessie denkt van ik vond het mooi, maar je moet me niet vragen wat de samenvatting van dit gesprek is. Nou, misschien dat zou wel mooi zijn als je een samenvatting kunt geven, maar waar je wel op kunt stuiten is dat je beter begrijpt waarom je het niet met elkaar eens bent. Hè, dus je hoeft niet het uiteindelijk met elkaar eens te worden, maar je begrijpt misschien wel beter waarom je het niet met elkaar eens bent. Ja. Welke argumenten iemand anders heeft. En dat gaat veel verder dan het schreeuwen van meningen naar elkaar. Doen we dat genoeg eigenlijk? Dan filosoferen? Want we hebben het in deze tijd veel. Dat is een van de thema's ook die voorbij komen. In een van die activiteiten. Polarisatie, onrust in de maatschappij. Ja. Komt dat omdat we elkaar misschien te weinig begrijpen? Dat we te weinig praten over waarom we iets vinden? Nou, ik denk dat vroeger was filosofie in heel veel studies, in heel veel opleidingen, was dat een vak wat gegeven werd. Hmm. Er zijn veel bezuinigingen geweest enzovoort. En dan werd dit als een soort luxe beschouwd. Ja. Terwijl ik denk dat zeker ook in de politiek en zeker in het maatschappelijk debat, kunnen filosofen en kan filosofie een hele belangrijke rol spelen. Juist in het verhelderen van standpunten. In het wat jij ook zei over zit de argumentatie wel goed in elkaar?
Wat voor soort argumenten gebruik je? Wat voor waarden spelen een rol? Al dat soort thema's. Ja. Die zijn in elke discussie zijn die waardevol. Ben jij als een levenslange filosoof, als je dan naar gemiddelde kamerdebat kijkt bijvoorbeeld, hè, erger je dan ook of niet? Dat je denkt, deze mensen besturen ons land, maar ik vind dat hun argumentatie als een tang op een varken slaat bijvoorbeeld. Bij de ene partij heb ik dat meer dan bij de andere partij. Ik noem geen namen. Ik denk dat er ook in de gemeenteraden, in de provinciale staten en in de Tweede Kamer ook best vaak op behoorlijk niveau wordt gepraat. Alleen is het dan vaak een debat of een discussie. Mm. En dat is inderdaad een uitwisseling van argumenten en uitwisseling van meningen vooral. Ja. Terwijl wat je met wat filosofen proberen en wat je met filosofie probeert, is toch inderdaad misschien toch richting een consensus te komen. Ook al lukt dat misschien niet altijd meteen. Dat hoop je wel altijd, hè? Dat ook in die raden en in de Staten en in de Tweede Kamer gebeurt. Je wilt uiteindelijk doen wat het beste is. Ja. Laten we naar die drie activiteiten gaan die jullie organiseren. Komende maand, april, maand van de filosofie. Ja. Dat begint al aankomende zaterdag, 1 april. Dat is een activiteit waar jij zelf een rol ook hebt. Ja. Dat is in Bibliotheek Enschede, van 2 tot 4 geloof ik. Ja, het is in Bibliotheek Enschede. Het is niet. Je moet je wel van tevoren aanmelden, want het is een beperkte gezelschap, want we gaan een Socratisch gesprek voeren. Socrates is de grondlegger van de filosofie, zou je kunnen zeggen. En wat hij deed, was eigenlijk gewoon op marktpleinen mensen aanspreken op hun overtuigingen. En dan kijken of ze die staande konden houden. Dus het was een beetje luis in de pels. En wat je in een Socratisch gesprek met elkaar doet, is eigenlijk aan de hand van een concreet voorbeeld. We gaan een algemene vraag gaan we bespreken. Dat is een vraag, wat is een goede burger? En dan heb je het over een inwoner. Hè? Ja, niet over dat, die snack, zou ik maar zeggen, dat fastfood. Nee. Dus echt, sorry, dat is heel flauw. Ja, nee. Maar ik kan me voorstellen. Maar wat ik al zei, het gaat over burgerschap. En dus wat is een goede burger? Ja, en dan zoek je eigenlijk met elkaar naar een concreet voorbeeld waarvan iemand zegt van, nou, op dat moment was ik, of was hij of zij, was een goede burger. En dan probeer je te bedenken, waarom vind ik dat nou eigenlijk? Ja. Waarom beoordeel ik dit als goed burgerschap? En daar kun je allerlei voorbeelden van. Ga je tegels wippen? Hè? Dat is tegenwoordig in Enschede. Is dat goed burgerschap? Tegels eruit, groen erin. En waarom ben je dan een goede burger? Ben je dan een goede burger omdat je doet wat de gemeente graag wil? Ben je een goede burger omdat je zelf een opvatting hebt over dat het duurzamer moet worden of groener in de. Hè, dus, en dan zo probeer je eigenlijk op grond van zo'n hele concreet voorbeeld, probeer je te achterhalen, wat zijn nou eigenlijk de argumenten voor je oordeel? Ja. Dan toch, misschien is dat ook weer heel erg, als je het concreet maakt in de resultaten die zo'n gesprek oplevert. Dan probeer je eigenlijk te komen tot een antwoord op die vraag. Wat is een goede burger? En dan, dus in de vorm van een goede burger is iemand die. Ja. En dan probeer je het met elkaar over eens te worden aan de hand van dat concrete voorbeeld. En hebben vooral de mensen die meedoen, hebben die daar wat aan? Verrijken die zichzelf of doe je daar ook nog wat mee dan? Is dat? Dat zou je kunnen doen, maar het is inderdaad in de eerste instantie voor de deelnemers. Ja. En maar je kunt je voorstellen dat, kijk, dit is vrijblijvend. Maar Socratische gesprekken vinden bijvoorbeeld op dit moment grootschalig bij de Rijksoverheid plaats. Daar ben ik ook zijdelings bij betrokken. En dan gaat het echt om nadenken over van wat is een goede ambtenaar? Hè? En wat is een goede bestuursdienst? Ja, en waarom eigenlijk? En de overheid, de Rijksoverheid, heeft natuurlijk nogal wat problemen gehad. En die hebben te maken ook met moraal. Doe je wel het goede? Ja, dan kom je vervolgens op een conclusie misschien wel. Dan is de vertaalslag naar de praktijk, blijkt ook in, even het hele concrete, soms heel lastig. Dat blijkt lastig, maar als je inderdaad met een team of een organisatie zo'n Socratisch gesprek voert, dan kan dat wel leiden tot een soort missie. Van zo willen wij te werk gaan. Ja, ja. En dat kan mensen toch stimuleren, inspireren. Om dat het anders is te doen. Aankomende zaterdag. Dat dus aankomende van 2 tot 4 in de bibliotheek in Enschede. Aanmelden, dat kan via secretaris@filosofiecafé20.nl. Zeg ik maar alvast erbij. Ja, we hebben er nog 2 te gaan. Dus laten we even door. Lezing over de kwetsbaarheid van de democratie. Die is, moet ik even zeggen, 13 april in het Cultuurhuis in Borne. Ja. Daar zijn wij regelmatig op zondagmiddag. Maar nu zijn we er ook een keer op een donderdagavond. Dan komt een emeritus hoogleraar, een oud hoogleraar hier van de UT, op het gebied van politieke wetenschappen.
En die gaat vertellen over van, is de democratie kwetsbaar? We denken dat dat zo is. Hij vindt dat ook, maar hij gaat vertellen van hoe dat is ontstaan, hoe erg het eigenlijk is, hoe dat is ten opzichte van andere landen. En wat ook natuurlijk belangrijk is, van wat kunnen wij doen om de democratie weer te verstevigen. Ja, en dus al die dingen komen aan de orde. Daar gaat dus ook die, waar we net al even, nou ja, kort misschien al zijdelings over hadden, onvrede in de maatschappij, ja. Polarisatie, er worden zelfs reclames op tv van Syrië, van let wat meer op elkaar. Ja. Ja. Eigenlijk, daar gaat het over, hè? Onvrede. Ja. Waar komt die vandaan en wat is gevolgen van? Ja, en dat is, die bijeenkomst is dus meer zoals wij normaal gesproken ook de filosofie-café bijeenkomst hebben. Dus een lezing van een uur, een pauze waarin we ook even onderling praten, drankje. Ja. En dan vragen, discussie met de zaal. Wat voor mensen komen daarop af? Voor wie is het? Is het echt voor iedereen? Het is in principe is het voor iedereen. Ja. En ik kan niet ontkennen dat we af en toe best veel oudere mensen hebben. Het zijn ook mensen die misschien dan inderdaad tijd hebben om meer na te denken. Maar gelukkig komen er ook jongere mensen. En dat hangt ook van het thema af natuurlijk. En ik denk dat dit een thema is wat jong en oud voor jong en oud belangrijk is. De spreker die avond, hè, Jacques Thomas, die Jacques Thomas, al even, ja. Professor, dokter. Die zegt eigenlijk het gevolg van onvrede in de maatschappij is populisme. Als in populisme komt vanuit die onvrede. Nou ja, dan sommige mensen zeggen bijvoorbeeld de megawinst van BBB met de afgelopen Provinciale Statenverkiezingen is ook een beetje zo'n partij die zin speelt op de onderbuik, bij wijze van. Hè. Dat is wat populisme dan in mijn hoofd in ieder geval zou zijn. Ik weet niet of jij daar als filosoof hier een uitspraak over doet, maar hoe kijk je daar tegenaan? Is dat een probleem? Is dat een gevaar? Of? Het gevaar is dat de standpunten, ook de standpunten van de BBB, versimpeld worden. En dat op die manier de nuance in het debat verloren gaat. En dat doen eigenlijk alle politieke partijen natuurlijk. Want je moet het ook inderdaad op een bepaalde manier eenvoudig houden. Maar ik denk dat professor Thomassen op die betreffende donderdag 13 april... dat die daar inderdaad meer over gaat zeggen. En dat hij ook zegt, want populisme is ook meer heeft iets inderdaad wat jij ook zegt, het heeft iets van misbruik maken van zorgen, van hele reële zorgen in de samenleving. Mm-hmm. Door te komen met misschien te eenvoudige oplossingen. En dan zeg ik nog niet welke partijen populistisch zijn. Hè? Ik bedoel, jij komt nu met een partij, maar... Nee, Helder, die is op mijn naam. Maar dat wordt door sommige mensen gezegd. Hè? Ja. Zo kennen we nog wel meer van... goed, dan is het ook inderdaad de vraag, wat is populisme? Daar heb je net een duit in het zakje gedaan. Wat is het eigenlijk? Ja. Over die sessie, dus op 13 april, 's avonds, van 8:30 tot 9:30... Zijn daar kosten aan verbonden, aanmelden? Hoe werkt dat? Dat kan via de site van het Cultuurhuis Borne. En die avond kost €12,50. Helder. Okay. En voor studenten €5, zeg ik dan ook meteen. Hè? Want die wil je ook we hebben graag studenten erbij. Ja. We hebben nog één te gaan. Een filosofische wandeling. Je gaat naar buiten. Ja, ook. Ja. Nee, dus ook voor het eerst dat we dat doen. Ik geloof dat het voor de vierde keer is dat het op het programma staat. En 3 keer niet doorgegaan vanwege corona. Toevallig eigenlijk, want sommige dingen gingen dan wel door. Maar deze wandeling niet. Ja, het aardige is, het heet het Langheet. Ik dacht ook altijd Langheet. Maar het heet het Langheet. En dat is een heel bijzonder natuurgebied bij Haaksbergen. Ja. De directeur daarvan, dat is een filosoof. Erik Brinkman. Die heeft ook verschillende boeken geschreven over de filosofie van het wandelen, filosofie van het landschap. En hij gaat dus over wat wij mensen met het landschap doen en welke ideeën en waarden we gebruiken bij het inrichten van het landschap. Daar gaat hij het over hebben. En we gaan ook wandelen. Dus hij gaat ook laten zien hoe je de invloed van de mens op het landschap en welke ideeën daarachter zitten, dat gaat hij laten zien. Dus het is voor ons nieuw. Het is ook de eerste keer dat we in Haaksbergen zijn. Dus we maken onze naam Filosofie Café Twente nu echt waar. Haaksbergen, Enschede en Borne. Ik ben er zelf ook heel benieuwd. Ja, ik vond wel even om wat concrete voorbeelden. Want hij ging wandelen door Nederland op zoek naar denkstructuren die de relaties tussen mensen en het landschap hebben bepaald. Dus wat denken wij en wat is het gevolg daarvan op onze relatie met het landschap? En dan zeg ik bijvoorbeeld, een concrete voorbeeld vond ik leuk om te lezen. Van de Romeinen die voor het eerst in de lage landen instrumenten tussen zichzelf en het landschap plaatsten. Dus daarvoor leefden we eigenlijk veel meer in het landschap en nu gingen we
een muur ertussen zetten. Zo lees ik dat althans. Ja. En waar komt dat dan vandaan? Daar zal het over gaan bijvoorbeeld. Nou ja, kijk, dat is een vorm van beschaving. Hè? De Romeinen brachten eigenlijk hier een beetje beschaving. Ja. En tegelijkertijd zie je dat daar ook iets mee verloren gaat. He, dus de beschaving betekent dat je inderdaad dingen tussen jezelf en de natuur plaatst. Ja. Maar er gaat ook iets ook mee tussen verloren. Elkaar. En tussen elkaar. En muren zijn er ook tussen mensen, precies. Ja. En ik denk dat hij daar inderdaad hele leuke voorbeelden van kan laten zien. Omdat er in Nederland bijna geen natuurlijk landschap meer bestaat. Eigenlijk is alles bedacht. Er bestaat nauwelijks meer oerbos, er bestaat nauwelijks meer. Dus dat betekent dat je eigenlijk dat je altijd in de natuur ook cultuur ziet. Ja, en dat is iets waar keuze over is van gemaakt. Mensen, waar ideeën achter zitten. Ja. Waar we het stikstof. En dat zien wij niet. Dat zien wij vaak niet. Nee, ja. Precies. Maar goed, ook daar is het hele stikstof-natuurdebat natuurlijk weer aan de orde van de dag. Wat dat betreft. Wat voor keuze maken we? Zij zijn in ieder geval daar met allerlei bijzondere dingen bezig over wat je doet bijvoorbeeld met water. Dat is een groot probleem. Hè? Ik ook in Twente, met droogte. Ja. En in zo'n natuurgebied is water natuurlijk. En het waterbeheer. Nou, daar zijn ze allemaal bezig om riviertjes, rivierloopjes weer de oude. Laten meanderen, ja. en dat soort dingen. En daar zitten dus nieuwe ideeën achter. Ja, want je vertelde dat al. Hij is directeur van het landgoed, maar ook zelf filosoof. Ja. En hij op het langheet staat er dan ook, heeft Brinkman het boerendenken van vroeger gevolgd. En zijn de middeleeuwse watersystemen hersteld. Dus hij heeft ook echt zijn denken over, nou ja, waar we het net over hadden, de gevolgen die mensen hebben, van de keuze die mensen hebben gemaakt, heeft hij gekeken van hoe deze in de middeleeuwen ga ik ook weer toepassen. Ja, nou ja, we hebben net verkiezingen gehad ook voor de waterschappen. En de waterschappen worden in de geschiedenis beschouwd als een van de eerste democratische organen ter wereld in Nederland. Ja. Want daar was er een gemeenschappelijk belang. He, wat doe je met water? Wat doe je met te veel water? Wat doe je als er te weinig water is? En alle boeren en buitenlui, die moesten dat samen. Dat was een gemeenschappelijk belang. Ja. En dus moest er overlegd worden. En dat is het begin van de democratie. En die waterschappen, dat is nu nog steeds. Dus wij zijn het vergeten hoe belangrijk het is. Hè, want wij zitten in de stad. Maar voor boeren en ook natuurbeheerders, ja, is het een enorme kwestie. Die weten echt wel waar het extra stempeljet voor was tijdens die verkiezingen. Ja, precies. Ja. Nou, ook hier moet je weer voor aanmelden, geloof ik. Hè? 45 plekken. Ja, maximaal. Er is nog plek hoor. Maar, ja. En dat kan allemaal via dat. Mag ik het ook nog even? Ja hoor, zeker. Ga je gang. Secretaris@filosofiecafetwente.nl. Ja, kan ook via onze site. Ja, die website zou je waarschijnlijk wel meer kunnen vinden als je nou filosofiecafetwente.nl. Dankjewel, Timon Meijner, voor je uitleg. Ja, jij bedankt voor succes. Deze gelegenheid. De komende maand met de maand van de filosofie. Gefeliciteerd alvast daarmee. Ja, oké, dankjewel.